Dat PSV Barcelona in de Champions League een hele grote wedstrijd is, dat was te merken aan de persconferentie vandaag. Massale belangstelling voor de woorden van Mark van Bommel en Gaston Parreiro. En ook die laatste kijkt uit naar het laatste thuisduel in de Champions League dit seizoen met de grootmacht uit Spanje. Sí, la verdad que sí, este es muy muy especial porque es un partido único, este contra nada más y nada menos que el Barcelona. Este, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor, nuestro mejor partido y a tratar de ganar como hacemos siempre. ¿No? Want dan maakt PSV nog kans op overwintering in Europa. Na het duel met Heerenveen zag Mark van Bommel vandaag op de training en ook gisteren al dat zijn ploeg klaar is voor de volgende halte en die heet Barcelona. Ja, ik denk dat de Heerenveen afgesloten hebben dat je nu gelijk naar Barcelona gaat. Het eerstvolgende is gelijk de belangrijkste. En daar willen we wel wat laten zien. Zeker in de laatste thuiswedstrijd. We kunnen helaas niet meer ons kwalificeren voor de Champions League. Nou, Europa League wel. Nou, dan moeten we 2 keer winnen. Ja, dan weten we van tevoren wat ons te doen staat. Heel simpel. 3 punten halen tegen de ploeg die enorm veel belangstelling met zich meebrengt. Dankzij 1 man. En het klinkt zo als hij uit de bus stapt. Onder begeleiding neemt hij tijd voor de handtekeningen en de foto's en dan gaat het richting de kleedkamers van het Philips Stadion. Eerder op de dag had Gaston Parreiro al bedacht hoe te stunten tegen Barça. Nou, estar muy concentrado, defender muy bien y bueno, tratar de quitarle la pelota a ellos, que su fuerza es ese, el tener la pelota. Y bueno, y después cuando nosotros tenemos la pelota, tratar de generar chances y poder convertir goles, ¿no? Waar liggen de kansen? Ja, waar liggen de kansen? Kijk, we hebben een plan zoals we het altijd hebben. En dat proberen we zo goed mogelijk uit te voeren. En dan moet je een goed resultaat halen. Of dat nou een punt is of winst. Ja, we gaan uit van winst. En als dat niet zo is, ja, dan moet je het beste eruit halen. En waar Barcelona de groepswinst hoopt veilig te stellen, hoopt PSV nog te overwinteren. De eerste belangrijke stap daartoe moet gezet worden in het volgepakte Philips Stadion.